Het gebruik van een leuk kleurig gradiënt is helemaal hip in 2018. Smartphonefabrikanten en voornamelijk de Chinezen halen alles uit de kast om een zo mooi mogelijk kleurenpalet te maken. En ook het Chinese Oppo heeft hier aardig zijn best op gedaan. En dat doen ze dit keer met een toestel met een groot scherm, dunne schermranden, veel camera's, hele snelle oplaadtechniek en een verborgen vingerafdrukscanner. Ja, het toestel is een echte eyecatcher en wij hebben hem in twee kleuren. En dat is deze Oppo RX17 Pro. Deze variant die wordt Radiant Mist genoemd en die biedt een kleurenmix tussen blauw en paars. Hij is gekozen voor een wat matte finish. Ja, en ik moet zeggen, ik was voorheen nog niet zo weg van al die verschillende kleurtjes op smartphones. Ja, maar deze trekt toch wel echt mijn aandacht. En die andere, dat is de Emerald Green, oftewel de groene variant. Hier is gekozen voor een glanzende, ja, zwart-groenige achterkant. Ziet er wat zakelijker uit. Op zich wel een mooi kleurtje, maar mijn voorkeur gaat toch echt naar deze. Ja, en beide achterkanten die zijn gemaakt van glas. Hè. Dus dit is de matte variant, die andere was de glanzende variant. Het is wel wat vingerafdrukgevoelig. De zijkanten die zijn van aluminium. En bij deze variant loopt dat kleurenpalet een beetje door over de zijkanten. En dat ziet er heel mooi uit. Onderop vinden we een enkele speaker en de USB-C-poort voor het snelle opladen. Ja, over die achterkant ben ik dus erg te spreken. En als we het toestel omdraaien, zien we ook een hele mooie voorkant. Het is een groot display, hij is 6,4 inch groot. En wordt omringd door hele dunne schermranden en een kleine waterdruppelnotch bovenin. Ja, en door die dunne randen neemt het scherm gewoon een heel groot deel van de voorkant in. Dat is 91,5%. Ja, en daardoor ziet het er gewoon heel premium uit. Het display zelf heeft wat langere beeldverhouding, een Full HD Plus resolutie en maakt gebruik van een Super AMOLED paneel. Ja, en dit levert gewoon hele scherpe beelden en een mooie kleurweergave. En ook in fel zonlicht is het scherm dan goed af te lezen en zwart is echt zwart. Wat ook heel nice is, onder het beeldscherm zit de vingerafdrukscanner verwerkt. Ja, die zie je nu dus niet, maar als je toestel gaat ontgrendelen, leg je je vinger op de aangegeven plek en dat gaat al aardig snel. En als we weer op de achterkant kijken, zien we drie camera's. Ja, en je denkt misschien, drie camera's, dat niet een beetje veel, maar anno 2018 is dat zelfs hartstikke normaal. Neem bijvoorbeeld deze opstelling. Je hebt hier de hoofdcamera van 12 megapixel en een tweede van 20 en die meet diepte. Dus hiermee kun je scherptediepte aan je foto's toevoegen en zo een bokeh effect creëren. Dus dan leg je wat meer focus op het onderwerp van de foto en vervaag je de achtergrond. Nou, en die hoofdcamera, die van 12 megapixels, die heeft een variabel diafragma van f1.5 tot f2.4. Denk misschien, lastige cijfers, wat doet dat nou precies? Dit betekent dat er bij minder licht, bijvoorbeeld 's nachts, automatisch geswitcht wordt naar een groter diafragma, waardoor nog steeds scherpe foto's schiet. Nou, die twee eerste camera's zijn nog niet zo heel speciaal op zich, maar die derde, die is dat wel. Dit is de Time of Flight camera, oftewel de TOF, de TOF camera. En die wordt gebruikt voor het maken van 3D foto's. Het is eigenlijk niet echt een camera, het is meer een laser. En door je toestel om een bepaald object heen te roteren, maak je een soort 3D scan. Ja, dat klinkt op papier allemaal heel tof. Maar we kunnen er nog niet zoveel mee, want de functie werkt niet. En Oppo heeft beloofd dat er een update gaat komen, dat die functie wel beschikbaar wordt. Maar ja, dat is nu dus nog niet zo en het toestel is nu al meer dan een maand in de verkoop op het moment van filmen. Ja, dus dat is eigenlijk wel een beetje slecht. Nou, iets wat heel interessant is, is dat het toestel niet één, maar twee accu's heeft. En die twee accu's hebben samen een capaciteit van 3700 mAh. En die zorgen dus voor een hele goede accuduur. Ja, en een groot voordeel van die twee accu's is dat het opladen nu ook een stuk sneller gaat. En dat doen ze dankzij Oppo's SuperVoke technologie. En nu hoor ik je denken, what the fuck, wat is dat nou? Met deze techniek laad je je smartphone in 10 minuten tot 40% op en in 40 minuten zelfs helemaal. En daarmee is deze oplaadtechniek de snelste voor mobiele telefoons in 2018. Nou, en qua hardware en software zit je met deze Oppo RX17 Pro goed. Onder de motorkap zien we een Snapdragon 710 processor. Nou, die is snel en soepel en ja, daarmee kan je allerlei apps draaien. Simpele games spelen is ook geen probleem. Maar ja, voor dit geld hadden we eigenlijk wel graag een wat snellere high-end processor gezien. Bijvoorbeeld de Snapdragon 845. Ja, die had gewoon even voor wat meer pit gezorgd. Qua software zie je het al. Het ziet er erg kleurrijk uit. En dat is Oppo's Color OS schil. Die ligt over Android heen. Ja, die zorgt gewoon voor een kleurrijk uiterlijk. Je kan tussen heel veel thema's kiezen. Er zijn gestures voor wat meer functionaliteit. En ja, met Android kan je natuurlijk gewoon nog je hele toestel naar eigen smaak inrichten. Kortom, deze Oppo RX17 Pro is dus volgestopt met allerlei interessante features. Je hebt het grote display met de dunne schermranden, je hebt de vingerafdrukscanner onder het scherm, je hebt de drie interessante camera's en je hebt dus de snelste oplaadtechniek van 2018. En zie jij jou rondlopen met een van deze kleurrijke toestellen, gebruik dan de Belsimple methode.
Kijk op onze website of download de Belsimpel app. En vond je de video leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal.